Dennis Bosman, in 2015 heb jij je been gestoten. Hè? Ja, daar begon het eigenlijk mee. Ja. En wat gebeurde er vervolgens? Mijn weerstand was toen laag. Laag genoeg voor de streptococcusbacterie om binnen te kunnen treden. En toen is het eigenlijk zodanig snel gegaan dat ik de volgende dag bij de dokter was. En die kon het eigenlijk niet zo gauw vaststellen wat het was. Toen ben ik naar het ziekenhuis toe gegaan. Het was inmiddels woensdagochtend. En ja, die heeft mij diclofenac meegegeven. En donderdagochtend lag ik al in het ziekenhuis in coma. En 6 dagen later werd ik toen wakker. En wat ontdekte je toen je wakker werd? Best wel in een shock. En door de medicijnen ben je best wel niet echt bij bewustzijn. Hè? Dus je realiseert het je niet zo heel erg. Maar wat was er gebeurd met je tijdens dat je in coma was? Die streptococcusbacterie was zodanig aan de macht, zeg maar, dat het beter was om mij in coma te houden, zeg maar. Anders was het, had ik het waarschijnlijk niet gered. Nee, nee. Maar ze hebben meer gedaan tijdens die coma. Ja. Ja. Jij werd wakker en een van je benen was eraf. Ja, klopt, ja. Ja, een beenamputatie. Ja. 3 dagen nadat je je been gestoten had. Ja. Hoe oud ben jij? Ben nu 26. Je loopt wel, hè? Maar je hebt een soort prothese. Wat voor een prothese gebruik je? Ik gebruik nu de gewone, normale kokenprothese, zeg maar. En het werkt wel, maar tot een bepaalde limiet, zeg maar. Dus hoeveel meter kan je lopen ongeveer? Plus minus 800 meter, zo'n beetje. Dan houdt het wel op. 800 meter, is niet zo heel erg ver, hè? Nee, dat is best wel gelimiteerd. Ja. Ja. Henk van der Meent, u bent revalidatiearts. Zo'n kokenprothese, dat schijnt nogal vervelend te zijn voor gebruikers. Maar u heeft daar iets op gevonden. Ja, we hebben eerst gekeken hoe we die kokenprothese beter konden maken eigenlijk. Hè, omdat ze meer comfort zouden bieden. Dat mensen er langer mee zouden kunnen lopen. We hebben in het Radboud langdurig onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk hebben we toch gemerkt dat dat niet de oplossing is om mensen echt comfort te kunnen bieden. En wat was wel de oplossing? En de oplossing was om die prothese direct aan het bot van de stomp te verankeren. En dat heet een klikprothese. Laten we eens kijken. Wat heeft de klikprothese u teruggegeven? De meerwaarde van het leven. De wilskracht, wat je kan. En als mens, als persoon. Dus ik kan nu lopen, fietsen. Autorijden. Dus er gaat een wereld van je open. Dat je er weer mag zijn. En dat je weer mee kan draaien in de maatschappij. Ik denk dat de kwaliteit van mijn leven met 75% heeft toegenomen. Niet alleen in het werkproces, maar ook in mijn privéleven. Dat er minder rekening gehouden hoeft te worden met mij. Dat ik wel deel uitmaak van mijn gezin. Het is vrijdagmiddag bij het Radboud UMC in Nijmegen. Vanuit het hele land zijn mensen afgekomen op een informatiebijeenkomst over een operatie die alleen in Nijmegen wordt uitgevoerd. En waar komt u vandaan? Uit Eindhoven. Den Bosch. Utrecht. I'm from Green Bay, Wisconsin in the US. Je zet eerst je gezonde benen voor. Doe maar eens met mij mee. Ja. Dan je kruk. En dan je prothesebeen. Perfect. En dan stap je door met je gezonde been. Juist. Het Radboud behoort tot de wereldtop op het gebied van protheses en revalidatie. En de klikprothese is ontwikkeld door deze twee artsen. Dat is revalidatiearts Henk van der Meent en chirurg Jan-Paul Volken. Heel veel artsen in het land, orthopeden, chirurgen, die hebben ons in het begin eigenlijk met open ogen, open mond aangekeken van waar zijn ze mee bezig. Heel mooi, Jan. Hier in het Radboud zit een hele grote, zware, machtige groep orthopeden. En die jongens zeiden, nou ja, met het begin, jongen, je bent echt, dat gaat niet goed. De aanwezigen hebben gemeen dat ze een boven- of onderbeen moeten missen. Om te kunnen lopen gebruiken ze de zogeheten kokerprothese. En dan gaat ik in hem op de koker, zie. Om de deur, ja, zo meteen maar vergeten, 1 keer om dat mis. Dan ga ik aan de touw trekken, zet ik. Maar deze prothese heeft veel nadelen. Mijn stomp wisselt heel erg, van 's morgens dik naar 's avonds dun. En dan is de pasvorm van de koker is weg. Dus hij valt vaak uit. Wat zijn de nadelen voor u voor die kokerprothese? Ja, dat ik bijna niks kan. Dat ik bijna 24 uur per dag binnen zit. Ik kan niet in de tuin werken, ik kan helemaal niks. Eigenlijk is het al een techniek die niet veranderd is sinds de middeleeuwen.
Het gaat om een huls die je om de stomp heen schuift. Vroeger was dat van hout, tegenwoordig van plastic. En die koker heeft heel veel beperkingen. Hou de pijp ervan, sorry. Ja. En dan gooi je ook, dan voel je het. Loopt de... Ja. Dus wat moet je vasthouden? Hier ja, die pijp was zo, goed. Ja. Ja, dan gooi je het weer. Voel je het of niet? Ik voel dat hij niet vast zit, dat hij ruimte heeft. Zeg. Ja, ja. Maar dit bent u? Hè? Dit bent u? Ja, allebei, ja. Kun je niet zien? Moet even goed kijken. Hier ben ik aan het OP lassen. Hoe lang bent u lassen geweest? 46 jaar. 46 jaar lassen geweest. Ik ging vrijdags in de voet, dus wat vrijdags was weer ik afgelopen. Ja. En zondags heb ik een wedstrijd van Vitesse om naar de wedstrijd te gaan. En toen kon ik niet meer in de schoenen aan deze kant. Ja. Dus er was wat los. En maandagavond is gekomen, ja, de onderzoek van het Radboud Ziekenhuis dat ik een sarcoom in mijn rechter koud heb. Een agressieve vorm van kanker? Ja, dat is een agressieve vorm van kanker. En toen zei hij tegen mij, nou is het begonnen draad volgen of je bent tussen 3 en 6 maanden dood. Dat moet jij eens weten. Dus u moest echt een amputatie ondergaan van de been? Ja, ja. En sinds die tijd, nu 8 jaar geleden, loopt de heer Eltink met een kokerprothese. Maar die doet pijn en hij kan hem maar een half uur achter elkaar dragen. Een beetje zwieberen. Hij hoopt dat de klikprothese zijn problemen kan verhelpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je zakt er in en uit. Ja. He, in en uit de koker. Ja, ja. En deuren ben ik denk ik ook bang dat ik val. Ja, nu zit u hier om eens te kijken van nou wat voor... Fysiek moeten kandidaten voldoen aan een aantal criteria. Ze moeten op eerste plaats gezond zijn, geen ernstige ziektes onder de leden hebben. Verder moet het bot uiteindelijk goed van kwaliteit zijn. Zullen we eens even naar de stomp kijken? Ja. De stomp moet lang genoeg zijn, voldoende ingroeimogelijkheden. De kwaliteit van het bot moet goed zijn. Zo'n patiënt die kanker heeft gehad moet... He, klaar zijn bij de controles, vind ik heel belangrijk. Hij heeft ietsje surplus, Henk. Ja. Dat is een mooie lange stomp, hè? Geen wonden. Waar wij altijd specifiek naar kijken, is hoe is de kwaliteit van het bot? Nou, ik ben nu een beetje aan het uitvergroten. En dat is eigenlijk wel goed nieuws bij u. Want je ziet weliswaar hier een beetje een botontkalking in het heupgebied. Maar hier in het gebied waar eventueel die osseointegratieprothese komt, daar is de kwaliteit van het bot eigenlijk nou, best redelijk. En dit is uw stomp, zeg maar. Ja. En zo wordt hij dan ingetimmerd. Ja, ja. Tot hij echt mooi, ja, ja. Gewoon pressfits, hoe noemen we dat, erin zit. Eerst zou ik heel graag willen laten zien hoe de klikprothese werkt. Hoe het systeem in elkaar zit. Pietje Hannema heeft nu ruim 5 jaar de klikprothese. Ze vertelt ons haar verhaal. Het was een hele actieve vrouw. Die veel met sport bezig was. En zelfstandig. Veel dingen ondernam. En dat was voor mij wel heel belangrijk, ja. In 2004 had ik heel veel last van mijn knie. En na veel dokteren kwamen ze erachter dat er een tumor in mijn knie zat. En toen ben ik al gauw overgegaan over amputatie. Want het been was gewoon te pijnlijk en het was niet meer beter te krijgen, zeg maar. Het idee dat ik hem kwijt moest was natuurlijk een hele shock, ja. Ja. Heel confronterend. Maar goed, je moet toch verder. En toen is het proces begonnen met een prothese. 200 meter, dan was het gewoon de grens bereikt en dan moest je gewoon weer af. En dan zat je zondag de hele dag in de rolstoel. Ja, daar had ik wel heel veel verdriet om, ja, dat ik dat niet kon halen wat ik graag wilde. Toen hoorde u van de operatie in Nijmegen? Ja, toen dacht ik van nou, minder kan het niet. Dus als ik dat kan krijgen, nou, al moest ik er kruipend heen. Ik denk, nou, dat wil ik hebben. Daar ga ik gewoon voor. De klikprothese zet je weer in de boel. Je drukt hem naar achter en zwaait. En dan kun je dus weer druk zetten op de prothese. Het heet klikprothese omdat het aan- en afdoen zo makkelijk gaat. En het is een soort van Gardena-tuinkoppelingssysteem. En dat is fantastisch. De operatie. Eerst wordt de stomp geopend. En wordt het bot van binnen met een soort boor uitgehold. Dan wordt er met een hamer een stalen pin in het bot aangebracht. En wordt hier persfit ingeslagen. Die zit echt muurvast. Daarna wordt de stomp weer gesloten. 6 weken later volgt een tweede operatie. En dat is maar een hele korte opname, kleine operatie. Maken we een soort van, met een appel
mesje snijden we een stukje wekendelen weg. En dan komt de dubbelkonusadapter, die wordt er zo ingeslagen. En die komt dan zo vast te zitten. En uiteindelijk krijg je dus een stomp waarbij dit zo naar buiten steekt. Maar het is wel een ingrijpende operatie. Want er volgt nog een lang revalidatieproces. Eigenlijk moet je het lopen met de kokerprothese weer helemaal afleren. Zoek je balans en stap door, wikkel af en als het goed is komt die knie dan ook los. Dus dan buigt de knie, zodat je eigenlijk de zwaai kan inzetten. Dat doen we nog niet en weer terug. Ja. In de koker zaten de spieren opgesloten, ja. Konden ze eigenlijk weinig doen en nu moeten ze iets doen. Hè. Ja. Het gewicht heb ik echt op het achterste been. Het zit dus dichter tegen normaal lopen aan dan met de kokerprothese. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Het is veel fysiologischer. Kijk, in de kokerprothese zitten je spieren opgesloten. Kun je die spieren niet gebruiken om je bekken te stabiliseren, om je balans te houden. Veel mensen gaan ook echt hangen in de koker en gaan dus door de jaren heen ook steeds slechter lopen. En het idee achter de klikprothese is dus dat je veel meer fysiologisch bezig bent. Dat je de spieren ook in hun normale functie gebruikt. En daardoor dus ook die spieren iedere dag een beetje sterker maken. Juist. En probeer maar een beetje cadans. En hierdoor haal je heel veel energie uit jezelf. Pietje heeft haar klikprothese in het bovenbeen. Ja. Wiel Wolfs was een van de eerste die hem in het onderbeen onder de knie kreeg. Sinds de klikprothese voelt hij zich als herboren. Super. Super. Na de revalidatie was het super goed. De revalidatieperiode moet je doorheen. Dat weet je. En ja, aan het einde schijnt de zon. En dat is echt zo. Dat is echt, na de revalidatieperiode komt de progressie nog iedere dag. En Wiel kan ook weer fulltime werken. Sterker nog, hij is de enige persoon die na een beenamputatie terugkeerde als gevangenisbewaarder. En daar is hij trots op. Ik werk weer volledig, ja. Zonder uitvang. Dat is toch geweldig? Dat is echt geweldig, ja. Allemaal dankzij die klikprothese? Allemaal dankzij de klikprothese, absoluut. Maar er is ook een nadeel aan de prothese. De huid om de stalen pin is namelijk niet helemaal afgesloten. Het is een open verbinding met het lichaam. En dat wordt ook wel een stoma genoemd. Eerlijk gezegd, het is wel een beetje vies, zo'n stoma. Het valt best mee, ja. Het is meer het idee, maar het is gewoon helemaal schoon. En dan kun je gewoon met water zo mooi af gaan spoelen. En dan is er niks mis mee. En dat doet u twee keer per dag? Of? Ja, twee keer per dag. Moet je even goed even schoonhouden en een nieuw schaarsje erom doen. En dan is het weer schoon. Doe een maandag goed je baas hoor. De artsen van het Radboud hebben Wim Elting goedgekeurd. Hij hoopt dat de klikprothese het leven voor hem gemakkelijker zal maken. Ja, dat geeft u wel energie, zie ik hoor, het lopen. Ja, tuurlijk. En wat is nou straks uw droom als u zeg maar die klikprothese heeft? Nou, de vierdaagse zal ik nog meer lopen. Maar ik zou wel graag dat ik van huis met gemeentehuis en als een half uurtje rusten en dan terug kan lopen. Dat je lekker kan wandelen? Ja, dat je weer orde kan wandelen. Iedere amputatiepatiënt een klikprothese, iedereen. Want? Nou, dus, mensen krijgen een nieuw leven. Ze zeggen wel eens van, ik heb mijn been weer terug. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar het voelt wel zo. Ik kan heel ver lopen. Ik kan eindelopen, lopen, de bossen in, gewoon bij ons in de buurt gaan lopen. 2 kilometer, 3 kilometer? Nou, kan 20. Ja. Maar met die koker was het al halverwege de dag was het al uit. Dan moest ik al in de rolstoel. En nu heb je dat niet meer. Dus daar hoef je niet meer over na te denken. Je klikt hem aan. 'S morgens vroeg en 's avonds laat als je bed gaat, klik je hem weer af. En dat is uniek. Ja, Dennis, wat denk je als je dit ziet? Ja, de vooruitgang, enorme vooruitgang. Als ik zie wat ik voor een afstand afleg en zij, dan denk ik van dat wil ik ook. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Jij bent door de keuring heen, hè? Jij bent, ja, klopt, ja. Je mag hem, wanneer krijg je hem? Augustus, september dit jaar. En kan dat niet nog een beetje eerder? Nou, we hebben nu, het is zo'n succes eigenlijk, dat we nu enorm dat inmiddels begrijp ik. Een wachtlijst andere mensen hebben. Zitten er natuurlijk ook op te wachten. Ja. Maar goed, als er een plekje eerder vrijkomt misschien, dan, Dennis. Ja, wie weet. Wie weet. Piet, ja. 20 kilometer. Ja. Toch loop je wel nog een beetje wankel, lijkt het, of niet? Ja, het was die dag spekglad.
Dus ik moest er ontzettend om denken waar ik liep. Ja. Dus, maar ik voel nu wel heel goed aan dat die prothese nu gaat schuiven. Dus dat was voor mij echt pas op de plaats. Ja. Dus ik kon niet volledig uitlopen, maar dat geeft niet. Maar je voelt wel duidelijk aan dat je dus veel meer voorzichtiger moet zijn. Ja, dus je loopt in het echt nog mooier als wat we net op het filmpje zagen. Ja, ik kan veel meer voluit lopen, ja. Ja, ja. Ja. Nou ja, we horen het Wim zeggen, de Vierdaagse zitten voor mij nooit meer in de reportage. Ja. Jij hebt wel plannen, hè? Ja, ik vind dat een hele uitdaging, ja. Om dat straks te kunnen en daarmee te oefenen en weer de ontwikkeling kunnen doen om verder te lopen. Vind ik een enorme uitdaging. Wat leuk. Fantastisch dat je er zelfs maar aan kan denken. Ja, dat je het kan, maar ook dat dat mogelijk weer is. Dat je die vrijheid weer hebt, ja. Ja. Hoeveel van dergelijke operaties heeft u inmiddels uitgevoerd? Ruim 100. En zijn ze allemaal zo goed verlopen als bij Pietje? Nou, Pietje is wel onze succesnummer. Ja. Maar er zijn er nu 2 of 3 die de Vierdaagse gaan lopen van Nijmegen. Dus dat is de bovengrens. Maar zeker meneer Elting, die gaat echt ook ongelooflijk vooruit. Hè, die we in de film zagen net. Ja. En zeker voor oudere mensen is het ook al heel belangrijk dat ze weer stabiliteit krijgen, veiligheid krijgen, minder kans op vallen. En gewoon een kwaliteit van leven terugkrijgen. Dat ze veel meer thuis kunnen doen, veel meer kunnen lopen. Maar zijn er ook mensen geweest die afstotingsverschijnselen hebben gekregen? Of andere nare complicaties? Nee, we hebben wel wat complicaties gehad van de weken delen. Hè. Dat is dus dat stoma, dat is de huid rondom de pin. Als je dat niet goed schoonhoudt, dan heb je daar kans op een infectie, hè, lokale infectie. Dat kun je wel weer heel goed behandelen door het iets beter schoon te maken. We hebben ook gemerkt dat als je die weken delen, als die heel uitbundig zijn rondom om die uittreedplaats van de prothese, dat dat ook ongunstig is. Hè. Dat is mensen met een hoog lichaamsgewicht, hè, die wat dikker zijn, die hebben daar weer meer last van. Ja. Maar dat zijn wel eigenlijk de complicaties waar we nu afgelopen tijd mee te maken hebben gehad, maar die relatief goed te behandelen zijn. Ja. Heeft u een leeftijdsgrens eigenlijk? Nee. Voor mensen die, nee. Dus ook mensen die boven de 70 zijn, kunnen nog steeds in aanmerking komen voor een klikprothese. Ja, zeker, want oudere mensen die kampen heel vaak met dus de veiligheid. Maar ook dat ze op een gegeven moment de kracht niet meer hebben om een prothese aan en uit te krijgen. Dus als je een kokerprothese aantrekt, zeker zo'n bovenbeensprothese, dan moet je even staan op 1 been. Nou, als je 80 bent, dan is dat niet zo meer zo makkelijk. Hè? Dus dan zijn er heel veel mensen boven de 70 die eigenlijk niet meer aan het lopen komen. Nee. Maar ja, je moet wel fit zijn, hè? Je moet wel... Kijk, als mensen echt een operatierisico hebben, of ze hebben een ernstige suikerziekte, of als mensen blijven roken bijvoorbeeld, hè, dan dat zijn echt mensen waarvan we zeggen, nou, daar gaan we niet aan beginnen. Dat risico nemen we niet, nee. Dennis, wat gaat er voor jou veranderen? Waar kijk je het meeste naar uit als zometeen de klikprothese bij jou geplaatst zou zijn? Nou, dat ik niet meer tegen afstanden hoef op te zien. En dat ik ook niet hoef bang te maken dat de prothese in de avond bij een verjaardag of wat dan ook maar niet hoeft te passen. Of wat dan ook. En ook bij mijn werk geeft het veel meer mogelijkheden. Want ik kan weer terug in de buitendienst als machinist op een graafmachine. Wat voor werk doe je nu? Ik werk nu in het magazijn bij een infrabedrijf. Ja. Dus, ja. Maar want je kunt nu niet op een graafmachine werken? Nou ja, het is te instabiel, want misschien is het met de zomerdag of aan het eind van de dag dat het misschien wel zeer duurt of dat het dat ik misschien wel blessures oploop. Ja, kan straks misschien wel weer. Ja, zeker. Daar hoop je wel op. 100%. Ik hoop heel erg dat het doet voor je. Dank jullie wel voor de medewerking.